In de aflevering van de Maagdenclub interviewt Lidewijn Nuiten enkele van haar vrienden. Ze had ook nog een paar andere vrienden geïnterviewd, maar die opnames leverden helaas niet het gewenste resultaat op. Jullie weten niet waarvoor ik kom, hè? Nee, maar ik kan wel raden. Dat is om weer een programma-idee te pitchen. Ja, zondag is tv-format pitchdag, hè? Als je bevindt zijn met Lidewijn. Eigenlijk komt het erop neer dat zo, sinds het begin van onze vriendschap ik iets heb verzwegen, altijd. Of zelfs over gelogen. Ah ja, dat jij het waard die toen op mijn housewarming de wc hebt doen verstoppen. Nee, het komt er dus eigenlijk op neer dat ik basically op mijn 30ste nog altijd maagd ben. Jij? Maagd? Is toch niet waar? Het is niet dat ik nog nooit seks heb gehad of zo, hè? Ah ja, het is dat. Je hebt toch al eens scharen en zo met andere jonge dames? Ah wel, dat is het ding eigenlijk. Ik heb pak sinds mijn 20, denk ik. Heb ik al zowel met mannen als met vrouwen seks gehad. Ja, je hebt de voorbije jaren niet stilgezet, dat kun je wel zeggen. De vriendengroep heeft eigenlijk ooit al overwogen om je daar toch een keer op aan te spreken. Maar echt zo technisch gezien ben ik nog maagd. Technisch gezien heb je eigenlijk geen programma. Vorig jaar of zo ben ik naar de gynaecoloog gegaan en die heeft mij dan op een doktersbriefje meegegeven wat ik heb. Wat u heeft, mevrouw, is een heel wankel idee voor een docu-reeks. En vaginisme. Maar wat is dat dan juist, dat strak? Dat je onbewust, zonder dat je dat wilt, je bekkenbodemspieren zo hard opspant? Ja, ja. Ah ja, nee. Als je vaginisme hebt, dan ben je nog maagd. Dat klopt, ja. Daar is geen spel tussen te krijgen. Enfin, niet tussen... Nee. Enfin, dat zou misschien nog wel lukken. Hè? Een spel tussen... Toch? Sorry. En wat is het plan dan van uw reeks? Ik wil een maagdenclub oprichten. Een maagdenclub? Maar ik ben er zelf al één van, hè. Maar nee, je zegt geen echte maagd. Je eigent nu iets toe dat niet van u is. Dat is cultural appropriation wat jij doet. Je hebt blackface. Wij doen dat niet meer als maatschappij. En wat jij doet, hè, is eigenlijk virginface. Er hangt zo'n beeld van, oh, maagd, dat moeten wel dat type mensen zijn. Ja, we kennen het type mannelijke nerds. Volgens mij is dat niet. Jawel, dat is het type. Dat verandert niet omdat jij dat wil. Volgens mij zit dat echt in elke laag van de maatschappij. En zit dat in elke cultuur en in elke leeftijd. Wat? Waarheidsverdraaiers. Ja, en tegenwoordig bestaat er wel voor alles en iedereen een club. Maar voor maagden is er werkelijk niks. Maar wel toch, van die puzzeldingen en zo. Wat is dat? Dungeons and Dragons? Van die samenkomsten? Nee, maar het idee is wel echt... van zodra dat we met 30 zijn, om een groot maagdenfeest in een echte maagdenclub te geven. Ah ja, tuurlijk. En dan allemaal samen seks hebben op nationale televisie. Ja, dan zou je een valabel tv-format hebben. Dat is subsidiegeld waardig. Sorry, ja, nee. Geldig idee, fantastisch. Ik ga zeker kijken.